Goeie. De lessen op de basis in de Massam, die waren de orde van weekend. Zo'n 40 keer Dijs onder Brutsen terug opstiegen de straaljagers op de vleerbasis Leowert vanwege de oefening in Flag. Een socialist die Gier de Nijers naar de chef van de vleerbasis, Luitenant-generaal André Steur, om te vrezen dat al je wat nodig is. Uw beetje. Ach heren, die journalist haal je boodschap. Die kriegenmiddags werd de beelag. Het wie krek zat Hamas Israël in voel. Sava boodschap onder het kleedskop trog een regeljocht militair. Ik vertaalsteur, zien Aalber even, want het wie oorlogstaal, en dat hebben we lang niet Jet uit de boel van een Nederlandse generaal. Net zeur, over het lawaai. Wij maar oefenen want wij binnen vier, binnen weer in oorlog. Die wordt je, je boppen en uitvochten. aan vochten. Hij leidt net uit, maar zei dat het een uniek oefengebied is. En wat oefenen ze dan? Onder andere een tank in de loft. En had je dan wat kerosine gremmen, dan komt het gewoon in uw grijden te longen. Zo die blauwtong dergelijke bij komen. We moeten even steur net hoe het lawaai zeuren voor oren dingen. De regels ben je in Nederland veel te streng. maar we oah we moeten te halen om de onze dingen te dwaan. En dus we leven, meisje, kwak een stikst En dan moet de meest net hoeuden horen. Wij zijn er anders van Jim, want Jim moet Jim volle meer bewust worden van de dreigingen in de vrouw. Kwaad zijn, hou hem de bek, bemoei hem neer naar mij. Wij redden er wel mee, wat wij de meesten de rom te krijgen. En wilst Gijou nog een zieken gappen, vul de steur om. We moeten meer meisjes en meer yeld hebben. Hoe vier jaar moet hier met jij in Leeuwarden een al heel nieuw militair geheel steen, dan kunnen we los. De jaren, dat is een soldaat niet enkel voor verdiegen is, dan zou je het nog begrippen kennen. Maar ik viel gewoon dat is een man oorvallen wil, roen om in de vrouwt, want hij had er door. En hij wil dat we hem oefenen laten maken van een oorlog die er zelfs nog beginnen moet.